Goedenavond allemaal, heel hartelijk welkom hier op de Jongerenavond in Gouda. Vanavond gaan we met elkaar nadenken over talentenjacht. Wat zijn onze talenten, wat kunnen we ermee of wat moeten we ermee? Dat is misschien ook wel een vervolgstap op de vorige avond toen we nadachten over O Kerk, sta op. Dus hè, we moeten in beweging komen. En in de voorbereiding van de avond ontdekte ik eigenlijk dat heel veel mensen best wel lastig vinden om te ontdekken van wat is nou mijn talent, wat is nou, waar ben ik goed in, of misschien weet je het wel, maar kun je het niet eens altijd onder woorden brengen. Maar ik zie intussen de eindverantwoordelijke van Gouden binnenlopen. Hij heeft me net gezegd, Tom, je mag niks zeggen over dat ik jarig ben. Mark, zullen we gewoon eens voor je zingen? Ja, ja. Jawel. Er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. En dat vrienden gaat alles zo prettig, ja ja, en daarom zingen wij. Toch geweldig als een vrijwilliger gewoon, want uiteindelijk is een eindverantwoordelijke ook een vrijwilliger, gewoon hier vanavond aanwezig en niet eens bij je kinderen of bij je vrouw om je verjaardag te vieren. Nou, geweldig dat je er bent en dat je dit werk doet, Mark. Ik wil ook de spreker van vanavond heel hartelijk welkom heten. En als ik heb zijn LinkedIn in voorbereiding van de avond zitten bekijken. En als je het over talent hebt, ja, misschien heeft de spreker van vanavond wel heel veel talenten. In ieder geval, hij laat ze op een positieve manier zien. Ik heb eens zitten kijken. Bert, heel hartelijk welkom in ons midden. En het eerste wat me opviel is dat hij als skill vader op zijn LinkedIn hebt. Ik vond het ook een hele mooie les. Dat is blijkbaar misschien wel het belangrijkste voor al het werk wat je doet. Is je gezin. Ik heb er ook een foto trouwens, ik heb je Facebook leeggehaald. Want, oh nee, dat is eentje te ver, want hier had hij honger. Kijk, ja, er is wel. Bert, heb je drie of heb je drie kinderen? Zoals je ziet. Ja, oké, ja, ik wist niet hoe up-to-date hij was. Maar kijk, dit is nou zijn eerste verantwoordelijkheid, zoals die weergeeft. Maar verder, Bert, doe je ongelooflijk veel. Je bent wijkpastor in Almere Haven, spreker, dirigent. Hij was vroeger ook gastheer, ben jij daar. Je werkt, je doet een jongerenkoor. Ik kan het niet eens goed uitspreken, dus ik ga het ook maar niet zeggen, denk ik. Of ik moet heel rustig lezen. Maar ja, je doet ongelooflijk veel. En dan, als ik even door je tijdlijn terug scroll. De vorige avond hebben we nagedacht over, of had ik dat voorbeeld over die mensen die vluchtelingen gingen, of tenminste mensen gingen redden uit zee. Dat heeft hij allemaal gedaan. Heel recent in Griekenland? Ja, ja. En nou zie je allemaal foto's hier voorbij komen. Dus was nog helemaal niet de bedoeling om die nu al te laten zien. Want Bert, ik dacht, ik ga je even uitleggen al die bewegingen die jij doet. Dat ze wel snappen wat je bedoelt als je hier straks op het podium staat. Ja, ik zei, hij is soms een beetje moeilijk te begrijpen, toch? Nou, dit is gewoon, hè, zo staat hij voor de groep als hij muziek maakt, of als hij dirigeert. En de volgende foto, om straks maar te begrijpen wat hij uitbeeldt. Hier wilde ik dat jullie gaan staan, dus als hij tijdens een lezing dit doet, dan moet je denk ik gaan staan. Dat is in ieder geval de uitleg die ik erbij heb gekregen. En de volgende foto, ik kan het zelf niet eens zo goed zien, dat is in de tweede helft. Als je een hele lastige of domme vraag stelt, dan kan hij wel eens zo reageren. Dus ik zou uitkijken. En is dit nog dezelfde? Nee. Ja, dit was in Doorn. Vertel die niet hier hoe groot je buik gaat worden in de toekomst, Bert? Wat je verwacht. En deze, dit is als je achterin te veel rumoer maakt,
dan kan hij ook redelijk duidelijk laten zien dat hij het niet mee eens is. Nou, deze Bert, ik weet niet, wat betekent dit als je dit vanavond doet? Hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het ook. Oh, nou kijk, ik weet niet of jullie het gehoord hebben. En dan hebben we nog de laatste. Dus ik kan beter stoppen met zingen, want dan is het vals. Hij is dirigent, hij weet het. Dus stop dan ook gewoon met zingen, want dan gaat het niet goed. Ah, dat is natuurlijk gekheid. Maar Bert, geweldig dat je er bent. We gaan, zoals ik al zei, nadenken over talenten. En een heel bekend gedeelte waar het zo duidelijk over talenten gaat, is de gelijkenis van de talenten. Daar wil ik een stukje met jullie vanuit lezen. Matteüs 25. En dan lezen we eerst vers 15. En de context is dat de Heer van en heeft een aantal slaven die gaan naar het buitenland. En wat doet hij? Hij geeft aan zijn slaven, en dan staat in vers 15, aan één van hen gaf hij 5 talenten. Aan de ander 2 en aan de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Nou, die mensen die gaan er van alles mee doen, die 3. En 2 die gaan er heel hard mee aan de slag. En die krijgen in principe allebei hetzelfde antwoord. En dat staat in vers 22 en 23. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Hij ging ermee aan de slag. Hij deed daar zijn voordeel mee. En wat zegt de Heer tegen hem? Goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Maar ja, er was dan ook nog een derde. En die had ook een talent gekregen. En die had er iets anders mee gedaan. Die begroef het. En daar krijgen we ook. Die moet ook bij die Heer komen. Om te vertellen wat hij ermee gedaan. En dan komt daarmee naar hem toe. Maar de reactie is niet best. Hij zegt tegen de Heer: en ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn eer antwoordde en zei tegen hem: slechte en luie slaaf. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Ja, wat zien we hier nou? Dat die slaven, en daar gaan we vanavond ook met elkaar over nadenken, hebben talenten gekregen. Die hebben iets gekregen om hun voordeel mee te doen, om mee aan de slag te gaan. En hij vraagt uiteindelijk ook van: wat heb jij ermee gedaan? En die vraag die komt naar ons allemaal toe. Wat hebben wij gedaan met dat wat we gekregen hebben? Want uiteindelijk zie je ook de reden. Het moet ook leiden tot zijn vreugde. Nou, we willen met jullie vanavond op pad gaan om na te denken over welke talenten heb je, hoe kun je ze gebruiken en hoe kun je ze ook inzetten, zodat ja, de Heer, zoals dat hier in dit gedeelte dan omschreven staat, daar ook tevreden mee is. Dat je trouw bent, want daar gaat het uiteindelijk om. We gaan met elkaar zingen op Psalm 62, vers 1 en vers 8. En daarna daar gaat het ook over een stukje werken die we kunnen doen, mogen doen. En daarna zingen we ook: wees standvastig, onwankelbaar.
zouden we nou eigenlijk nadenken over onze gaven? Ik wil met jullie naar Genesis 1 gaan en daar twee versen lezen. Helemaal aan het begin van de Bijbel. En daar staat in het 26e vers: en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En dan gaan we in vers 31, dan kijkt God erop terug. Hij zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Zie je wat hier staat? God schiep naar zijn gelijkenis. Hij zegt eigenlijk, wauw, wat is het tof, wat is het goed. Ja, we leven nu na de zondeval, zou je kunnen zeggen. Maar ondanks dat geloof ik dat er heel veel in ons overgebleven is wat God mooi vindt en wat hij ons gegeven heeft, waar we iets mee mogen doen. Dingen die, ja, waar jij goed in bent of, nou ja, noem maar op. Normaal gesproken gaan we bij jij daar elkaar welkom heten. Dat willen we vanavond ook doen. En dan met de vraag, en ik wil jullie gewoon eens even een momentje, misschien iets langer dan gebruikelijk, eens even aan je buurman laten vragen. Eerst natuurlijk laten merken wat geweldig tegen je bent. Misschien ben je de eerste wel die persoon naast je een hand geeft vandaag, of aardig tegen bent. En vraag ook eens aan elkaar, wat is jouw talent? En het is vaak best wel moeilijk. Ik zei al mensen die ik in de afgelopen dagen vroeg van wat is nou jouw talent, die vond het best wel lastig om daar een antwoord op te geven. Nou, je hoeft het helemaal niet enorm groot te denken. Misschien kun je goed luisteren, misschien kun je wel heel goed timmeren, misschien kun je heel goed... Nou, denk maar eerst eens gewoon na over waar ben jij nou goed in? En vertel het aan de ander en vraag het ook aan elkaar. Heet elkaar welkom en... laat merken dat je blij bent dat hij er is en stel elkaar ook de vraag, wat zijn jouw talenten? Dat kunnen we nu doen. Thank you.
gaan iets verder in het Oude Testament kijken naar het volk Israël. Die zijn in de woestijn. En op een gegeven moment geeft God de opdracht om een tabernakel voor hem te maken. En rondom die tijd is een heel mooi voorbeeld van gaven. Dat is Exodus 35, het 30ste vers. Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten: zie, de Heer heeft Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Hur uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. De geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Waarvoor? Om te ontwerpen, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver, koper. Om edelstenen te bewerken en in te zetten en om hout te bewerken. Dus om allerlei kunstig uitgedacht werk te verrichten. Hij heeft hem ook in zijn hart het vermogen gegeven om anderen te leren. Hem en Aholiab, de zoon van Ahisamach uit de stam Dan. Hij heeft hen vervuld met wijsheid van hart om allerlei werk te verrichten. Dat van een graveerder, een kunstenaar, een maker van borduurwerk. Met blauwpurperen, roodpurperen en scharlaken, rode wol en fijn linnen. En dat van een wever. Zij kunnen allerlei werkzaamheden uitvoeren en ontwerpen bedenken. Hier zien we misschien wel heel bijzonder dat iemand uit het volk Israël klaargemaakt wordt voor een taak. En die talenten krijgt om die te gaan inzetten. En het mooie vind ik in het hoofdstuk daarna, hij gaat er ook echt hard mee aan de slag. Hij gebruikt ze tot het uiterste. Hij doet alles wat hij ermee kan, dat gaat hij er ook mee doen. En hij mag uiteindelijk ook een schitterende tabernakel neerzetten. Dus God heeft, en dat vond ik het mooie, de les hieruit. God heeft duidelijk, in dit geval, talenten gegeven. Maar dat heeft hij ons allemaal. En vandaar dat ik jullie net daar ook al een beetje over na liet denken. Van wat zijn nou jouw talenten? En die hoeven misschien helemaal niet zo groot of bijzonders te zijn als het hier staat. Maar hoe kunnen we die inzetten in de dienst van God? Of eigenlijk tot zijn eer. Laten we ook gaan bidden dat God onze ogen wil openen voor wat onze gaven verder zijn en wat we daarmee kunnen. Laten we bidden om een zegen over de avond. Almachtige God en heilige schepper van hemel en van aarde, we mogen vanavond als grote groep jongeren bij u komen. Heer, wat een geweldig voorrecht om een moment stil te worden voor uw aangezicht. Heer, we hebben al in de gelezen gedeeltes gezien dat u talenten heeft gegeven. En we kunnen vaak wel de talenten van een ander benoemen. Heer, soms is het vaak zo lastig om te zien wat onze eigen talenten zijn. Heer, we bidden dat u onze ogen vanavond opent voor dat wat onze talenten zijn. Heer, en dat u onze ogen opent hoe we ze kunnen gebruiken. Heer, we bidden voor de spreker, Bert. Dank u wel dat u hem hierover heeft gebracht. Dank u wel voor zijn bediening in Almere. Waar vooral niet-gelovigen zijn, mensen die helemaal nergens aan doen of misschien ver in het verleden er nog eens mee opgegroeid zijn. Heer, laat ook vanavond voor hem een warm bad zijn in ons midden. Heer, we bidden, wilt u hem zegenen? Wilt u hem woorden van levende woorden geven van uzelf en die tot ons spreken. Heer, en ik weet niet wat er allemaal gebeurd is deze week in onze levens. En daarom willen we ook bidden dat u ons een moment boven alles, maar dan ook alles wat ons maar te binnen kan vliegen tijdens deze avond, dat we daar even boven uitstijgen. Heer, dat we een moment mogen vinden om elkaar te ontmoeten, een leuke avond te hebben, maar ook onderwezen te worden vanuit uw woorden en antwoorden te vinden op vragen die we hebben. Heren, dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan nu het lied zingen richting de boodschap van Bert. En Bert, jij mag tegen het einde van het lied hier naar boven komen. We gaan het lied zingen, Bewerk ons hart. Opwekking 755. Thank you.
Mag ik even iets meer licht in de zaal? Want ik wil een paar vragen stellen en dan wil ik de handen zien. Kan dat? Ietsje meer licht? Dan, want het lijkt nu net een dode zaal zo. Het is heel eng. Ah, kijk, er zit beweging in en ik zie mensen. Dan zie ik ook handen. Wie van jullie is er creatief? Wil je hand even opsteken? Alle creatievelingen. Op wat voor manier? Maakt niet uit. Oké. Wie van jullie is er muzikaal? Oké. Wie is er kaal? Ik in wording. Oh, dat zijn er hier nog niet zoveel. Wie is er vooral heel handig? Gewoon lekker met je handen dingen doen. Oké. En wie van jullie is er niet zo handig, maar is veel meer wijs? Gewoon even met zijn hoofd lekker nadenken over dingen. Oké. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft
verstandig acht op z'heren handelingen. Zo vol van? Juist. Heel goed. Dat is belangrijk. En dus het is heel belangrijk als je wijs bent, dat je ergens op gaat letten. En als wij dingen willen leren, dan kunnen we in de Bijbel gaan zoeken. En van wie kunnen we het meeste leren? Elk kind zou ze in een basisschoolklas een hand opsteken. En die zou zeggen, van de Heere God. En zo is dat. Van de Heere God kunnen we het meest leren. Niemand is zo creatief, met eerbied gesproken, als God. Als je iemand zoals ik kunt maken, moet je heel creatief zijn. Als je alles wat op de aarde gemaakt is, wat er gemaakt is, moet je zeer creatief zijn. Moet je ook iets goed met je handen kunnen doen. Kijk maar naar Adam en Eva. Met zijn vinger maakte God bij Adam Adam vanuit het stof der aarde. En wat dacht je van Eva? Hij haalde een rib uit Adam en hij maakte Eva. Handig. Zeer handig. Wijs. Wijs als je die dingen kunt maken. Het is ongelooflijk. Dus als we bij God kijken, dan heeft hij talent. God heeft alle talenten van de wereld. En hij wil ze delen. En dat hebben we al gelezen met elkaar vanuit Genesis. Hij wilde ze delen in zijn schepping. Dat krijg je ervan als je lief hebt. Als je iemand lief of iets lief hebt, dan wil je daar delen. Liefde deelt. En God, de drie enige God, stroomde over zo van liefde voor elkaar. En God zei, laat ons mensen maken. En God creëerde naast een heleboel andere dingen, onder andere de mens. Waarin hij die liefde legde, waarin hij die de talenten meedeelde. En vervolgens ging dat misschien wel gelijk hartstikke mis. God, de creator, hij had talent en hij schiep mensen in verbinding met hem om liefde te kunnen geven. Maar de mens, zij gingen idols organiseren. Zij dachten, ik heb talent. Wie is de idol? De afgod? De mens? En zo gingen we zangprogramma's organiseren, maar ook nog een heleboel andere dingen. Om de mens centraal te stellen en niet God. Ikke in de spotlight, ze draait om mij. En het leven is één groot podium, één grote talentenjacht. En daarmee bedoel ik niet die talentenjacht, die dus valt ook veel over te zeggen natuurlijk, die bijvoorbeeld een EO en een RO, reformatorische omroep, natuurlijk ook volop te organiseren. Kun je een heleboel over zeggen, maar ik bedoel, het leven van jou is één grote talentenjacht. Mensen zoeken naar jou, wie ben jij en wat kun je toevoegen en hoe kan ik jou gebruiken naar mijn doel? Op het podium sta jij en je profileert jezelf. En de vraag is, profileer je jezelf wel goed genoeg? En bij bijvoorbeeld werkzoekenden gaat het UWV trainingen aanbieden. Hey, jij daar, je hebt je profiel, maar dat moet je beter neerzetten. Jouw profiel klopt niet helemaal. En als je nog niet werkzoekend bent en je bent in opleiding, ik kan me zo voorstellen, dan ben je daaraan aan het ontwikkelen om zo goed mogelijk te zijn. En eigenlijk, dat is het zotte van deze wereld, stoomt de eerste jaren van je leven een soort massaproduct. Je mag niet meer goed zijn in jouw unieke ding, maar je moet alles goed kunnen. Zo is het onderwijssysteem nou eenmaal. Maar het leven, één groot podium. En op zo'n talentenjacht, zoals het leven is, ligt het onmogelijke en het ongrijpbare ligt zomaar, als het op dat moment een talentenjacht is, voor het bereik. Allemaal zijn we op jacht naar groei. Naar meer ontwikkeling. Naar een goed salaris, naar geld, naar macht, naar status. Allemaal zijn we op onze talent, proberen we ons zo in te zetten dat je gaat schitteren en dat je daarin roem en aandacht krijgt. Daar kikken we van op. En ik ook. Het is hartstikke fijn om een geliefde vader te zijn. En dat is goed. Er is niks mis mee. Het is hartstikke fijn om een geliefde voorganger te zijn. Kan ik dat nog niet zeggen, want dat heeft niemand tegen me gezegd. Maar in Almere zijn ze niet zo complimenteus. Nee hoor, dat is een grapje. Dat snappen jullie. En je komt dan elke keer weer op jouw levenspodium, kom je voor een jury.
En zoals dat bij de jury's ook gaat, dan is het of je wordt tot in de hemel toe ingeprezen, of je wordt tot de grond toe afgebrand. Ik wil nog niet zeggen de hel ingejaagd. Het is verschrikkelijk. En God die zag de mens zoals die gemaakt had. En hij zei, het is zeer goed. De mens, die gingen dus allerlei andere dingen zoeken. Die wilden los van God. En niet alleen Adam en Eva, maar ook jij en ik. Het draait om ons, het draait om ons. Wij moeten in de spotlight. Wij moeten strijden om nummer 1, om de grootste kwaliteit. Eeuwige roem. En soms gaan we als kerk daar nog in mee. En dat we zeggen, joh, sta op en schitter. En dan moet je jezelf helemaal in het middelpunt zetten. Daar gaat het niet om. En Prediker, ietsje verder in de Bijbel, die zegt al dat boven alle zoektochten, dat hij naar zoektocht naar geld, naar macht, naar aanzien, al die zoektochten had hij gehad. En wat zei hij? Het is lucht en leegte. Het is gewoon één zeepbel vol lucht, waar als je erin prikt, er is niets van over. En in deze lukt het niet omdat jij misschien ziek geworden bent, of dat jij niet mee kon komen, of wat er dan ook gebeurt. Ja, dan hebben we gelijk een probleem. Best grote uitdaging. En mensen krijgen daarom ook een hekel aan het leven. Ik was van de week bij die persoon in een revalidatiecentrum, is geopereerd aan zijn knie, zit in een mega depressie, denkt ik kom hier nooit meer uit, ik kan niet eens meer bewegen en ik moet nog tot eind maart moet ik wachten. Ik zou zeggen van joh, wat, maar ik ken het lijden niet van zo iemand. En hij zegt tegen mij, joh Bert, wil je alsjeblieft bidden dat ik gewoon niet meer wakker word? Ik wil zo graag dood. Ik wil zo graag, ik heb al gesprekken aangevraagd, ik wil zo graag stoppen daarmee. En je krijgt een hekel aan het leven als je niet meer mee kunt komen en als je niet meer kunt presteren en als je niet meer kunt schitteren met jouw kwaliteiten, met jouw talenten. We bloeien namelijk niet op. En ik denk eigenlijk, gelijk heb je. Want dat is ook geen leven. Want weet je wat leven is? Dat de Bijbel zegt, jij krijgt leven door jouw leven weg te geven. Daar krijg je leven door. Leven krijg je niet door jouzelf op het podium van het middelpunt te zetten. In de spotlight. Maar de Bijbel zegt, jij krijgt het leven, Bert, op het moment als jij jezelf weggeeft. Dan komt er een soort stroom, een volheid van Gods bestemming in mij. Van zijn vrede, zijn shalom, zijn blijdschap. Ik heb dat zo mooi gezien. Ik was in Haiti en een studente die was in het kindsponsorprogramma van Compassion opgegroeid. En zij was inmiddels student, een jaar of 18, heel slimme meid, heel veel gaven en talenten. En zij legde in een heel korte tijd een getuigenis af waar zij vertelde van Bert en andere mensen. Weet je, ik heb dit gekregen en mogen ontwikkelen voor God om te investeren in mijn land. Tot opbouw van mijn land, maar vooral tot opbouw van Gods koninkrijk. En dat wil ik bestempelen met een lied. En weet je wat ze begon te zingen? Ik ga het niet nadoen, zeker niet met deze stem, maar sowieso moet je dat vooral niet nadoen. Prachtige Haitiaanse dame. En ze begon te zingen, I give myself away. Daar gaat het om vandaag. Dat is eigenlijk basis 1 in je zoektocht naar waar je moet zijn met je gaven en talenten. Ik wil zeggen, stop met je zoektocht naar succes. Naar je, misschien zelfs wel naar allerlei levensdoelen. Stop met je zoektocht naar geld, naar aanzien en naar macht. Stop daarmee. En start met iets anders. Geef gehoor aan de oproep van Gods talentenjacht. Die zegt, weet je wanneer je het leven krijgt en het leven vindt? Door het aan mij te geven. Zoals zij zong, I give myself away. Zo mooi was het. En die vraag is dus heel simpel. En hij is niet nieuw. Want je hebt hem al 100.000 keer misschien wel in de kerk gezongen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wil je dat leven? Wil je dat leven
waar je je levensdoel al gevonden hebt in de bron van het leven in God. Waar je zegt, Heere God, hier ben ik. Gebruik mij maar, zend mij maar, doet u maar wat u wilt. U heeft kwaliteiten aan mij gegeven en het is van u. Dan daar, op dat moment, misschien nu, daar ontstaat nieuw leven. Door het in Gods handen te geven, jouw leven. Niet jouw talent, jouw leven. Het is belangrijk om als eerste dus jezelf weg te geven. Op het moment als je met je talenten gewoon tot leven wilt komen. Het echte leven. En ga het avontuur aan om met God te leven. Hoe doe je dat? Nog een keer door jezelf te geven. En wat ben je dan? Kindslaaf. Je bent en kind en slaaf. Dus bereken de kosten maar, wil je dat? Wil je een kind zijn van God en slaaf van God? Zeg dan, ik wil niet meer voor mezelf leven. Ik wil niet meer hier in de spotlight staan. Ik wil één ding, I give myself away. Ik geef mijzelf aan u en leert u mij mijn leven in uw dienst te besteden. Het tweede, wat belangrijk is, is wees beschikbaar om te dienen. Efeze 2 zegt heel duidelijk, wij zijn zijn maaksel. Daar ben ik begonnen, hè? Zonder dat je door hebt, neem ik je ook mee in dat gedeelte. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Ben je dat al? Heb je jezelf gezegd, ik kan niet meer verder leven. Raap mij maar op. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Waarom? Om goede werken te doen. We zijn een beetje bang voor dat woord geworden, goede werken doen. Maar elke boom, die herken je aan zijn vruchten. En daarom, geef jezelf weg. Wees beschikbaar om te dienen. Te dienen is eigenlijk dit. Gewoon zeggen van, Heere God, ik ben kindslaaf. Ik ben uw kind, maar ik ben nu ook uw dienaar. En ik ben bereid om mijn handen vies te maken. Omwille van een ander. Zegt u het maar. Dit is een teken van iemand die dient. Van iemand die door de voeten wilde gaan. Dat wat de discipelen nog niet begrepen hadden. En misschien heb jij het ook niet begrepen. En heb ik ook nog niet begrepen. Maar daar wil de Heer Jezus ons hebben. En als je naar de Heer Jezus kijkt, geeft hij dat als voorbeeld. Hij ging in gesprek met de mensen aan de rand van de samenleving. De mensen die door anderen al lang uitgekotst waren. Hij riep ze uit de boom en zei, ik wil bij je eten. Hij ging in gesprek met vrouwen. Maar niet alleen zomaar met vrouwen, met zondige vrouwen. Die diverse mannen mee naar bed gegaan waren. En Jezus, hij ging gewoon in gesprek met ze. En hij zocht ze op en dacht van, hey, hoe kan ik jou dienen? En helemaal mooi zie je net voor het laatste maaltijd die de Heer Jezus met zijn discipelen gebruikt. En dat hij zegt van jongens, niemand wilde namelijk die gedaante van een slaaf, van een kindslaaf aannemen. En hij zegt, joh, mag ik dan jullie voeten wassen? Zo ging hij één voor één die voeten langs. Ik weet niet of je wel eens iemands voeten gewassen hebt. Maar het is indrukwekkend om dat te doen. Ik was in Ghana. En in Ghana riepen we de hele kerk naar voren. Want in Ghana, wij hebben Ghanezen. Duizenden, honderdduizenden Ghanezen. Wij waren slavenhandelaars van Ghanezen, vroeger. En daar hebben we gesproken over. Wij willen nu een slaaf voor jullie zijn. Kom maar naar voren. Wij willen Christus dienen door jullie voeten te gaan wassen. En dan was je de voeten van mensen Die geen schoenen dragen. Het is bizar. En het is zo mooi om te doen. En de rillingen gaan door je heen. Om gewoon eens iemands voeten te wassen. Terwijl ik normaal zou denken, dat gaan we toch niet doen. En zeker niet als zo'n vrouw naar me toe komt met bezweerde voeten. Dan moet je dat gaan wassen. Ja. En nu kon ik gewoon haar voeten wassen. En voor haar bidden. Haar de zegen van de Heere God meegeven. Dat is dienen. Dienen is wat Abraham zei en wat Jozef zei. Hineni, hier ben ik, ik ben beschikbaar. Zegt u maar, God. En Jozef zei tegen vader Jacob, vader,
Hineni, hier ben ik. En waar kun je nou het beste in dienen? Nou, dat is vrij eenvoudig. Met je talent. Daar waar je goed in bent. Je gaat God niet geven daar waar je slecht in bent, toch? Dat zou onzin zijn. En je gaat toch niet, als je andere mensen mag gaan dienen en als Christus voor ze zijn, dan ga je toch niet dat geven waar je niet goed in bent of waar je een beetje matigjes in bent. Dan ga je dat geven waar je goed in bent. Dus als jij goed kan klussen, dan kom je straks even naar mij toe. Dan heb ik een prachtig adresje. Niet mijn eigen adres, maar bij een Marokkaanse vrouw. Die langzamerhand de Heer Jezus aan het leren kennen is. Ik kan volgende week de hele week klussen, geen enkel probleem. Ik zoek er nog 10. Gewoon je talent. Door je talent in. Mijn talent is, ik kan een klein mopje piano spelen. Bijvoorbeeld, hè. Ik was bij een mevrouw op ziekenbezoek. En ik kwam in haar kamer en ze is hartstikke oud en haar heup was net gerepareerd. Ik weet niet hoe dat zit. Maar het zat eerst niet en later wel. En wat gebeurde er? Die mevrouw die kwam, daar was ik. En ze was een jaar of 85, 90, 95, 110, weet ik veel, heel oud. En ze zat daar en zat een piano staan. En ik zeg, oh mevrouw, u kan piano spelen. Nou, heel gesprek over. En ik zeg, u bent ziek nu, hè? Zal ik een stukje piano spelen? En ik ging een stukje piano spelen. En je zou zeggen, die is gek. Ik ga in ieder geval één persoon een pianoconcert geven. En ik bood haar een pianoconcert aan. Een valse piano. Met een valse pianist. En ik begon te spelen. En wat gebeurde er? Die vrouw komt uit de stoel, pakt de rollator. En ging, ze vond het zo mooi. Ze kwam bij die piano staan. En ze heeft gewoon 20 minuten naast die piano gestaan. Toen ben ik maar gewoon uit gewetensbesef gestopt met piano spelen. Omdat ik dacht, dadelijk stort ze weer neer. En is haar heup weer gebroken. Wat denk je? Zet je talent in voor een ander. Mag ik je een vraag stellen? Wanneer is het voor het laatst geweest? Of heb je het nog nooit gedaan? Als talent inzetten voor een dominee spreken is, dan ben jij dominee door op andere manieren je talenten in te zetten. Zo kan je de Heere dienen. En zo mag je zeggen, Heere, leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst te besteden. Dat is niet dat je allemaal dominee moet worden of evangelist en dat je je knieën plat moet bidden of je dat moet worden. Je mag gewoon jezelf zijn. Je talenten inzetten. En nu kan ik me nog maar één ding voorstellen. Niet dat jij zegt, ja, maar ik heb geen talent. Dat is hetzelfde als dat in de Bijbel, en dat bedoel ik enigszins ook grappig, maar ik bedoelde daar ook iets mee te zeggen, dat het het lichaam van Christus is. En iedereen in de gemeente, iedereen die van Christus is, als je dat nog niet bent, dan wordt het zaak dat je dat eerst wordt door je leven aan de Heer Jezus over te geven. Ik wil niet meer leven. Laat mij sterven en in u opbloeien. Maar als dat wel zo is, dat je gewoon gaat dienen. Dat je als de Heer Jezus bent. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God al lang heeft voorbereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Weet je, wie dat gedaan heeft, moet je thuis maar eens nalezen. David, lees je in Handelingen 13 vers 36. Nadat David was ontslapen, dan ga ik hem toch voorlezen. Nee, lees hem thuis maar. Handelingen 13 vers 36. Is belangrijk. Ga op jacht naar jouw talent en zet hem in voor de Heere God. De weerstand die er is, die is dus niet, ik heb geen talent. Want God, dan zou je zeggen, God heeft een grote fout gemaakt. Ja, hij heeft alle mensen om me heen mooi gemaakt, maar mij heeft hij echt zo lelijk gemaakt. Dus dan geef je God de schuld van dat jij een beetje fout gemaakt bent. Dat is niet waar. Jij bent mooi gemaakt en je hebt een talent en je mag je uitdagen om daarin te gaan zoeken, te gaan experimenteren. Ga gewoon eens iemand anders helpen. Ga gewoon eens wat creatieve dingen doen. Mijn vrouw is hartstikke creatief, ik ben er stik jaloers op, maar dat is haar talent om de Heere God te dienen. Om haar
handdoek over de arm te doen en zegt, Heere God, ik wil u dienen. De weerstand, de grootste weerstand die er is, is ik wil niet. Ik wil gewoon geen slaaf zijn, ik wil voor mezelf leven. Ik wil gewoon een idool zijn. En weet je, die weerstand zit er ook bij mij. Het zou oneerlijk zijn om te zeggen dat die bij de christenen niet zit. Want christenen willen heel graag elke keer nog weer zelf in het middelpunt staan. En daar zit het spanningsveld. Ze willen zelf op talentenjacht. En hier, kijk, hier ben ik. In plaats van te zeggen, Heere, hier ben ik, gebruik me maar. Ik ben van u. Dus daarom bereken de kosten voordat jij dat zegt. En overdenk of het wel het doel waard is. En dat is belangrijk. Want God zoekt stropers als je het over talentenjacht heeft. Stropers, weet je wel, die meehelpen vangen. Stropers die hun handen, die mouwen over hun armen stropen en zeggen, Heere God, hier ben ik, wat kan ik doen? En God zal je inzetten op je talenten. En dat is zo mooi hoe je dat in de Bijbel elke keer weer terugziet. De Heer Jezus, zei ik al, die deed het. Paulus, die was onderwel dat hij onderweg was. Hij was tentenmaker en hij zette zijn gaven en zijn talenten in. Wat dacht je van andere mensen zoals een Simson die zijn kracht inzette? Paulus die ergens anders dus zijn wijsheid inzette. En bedenk er zelf maar. Wees niet bang voor die goede werken, maar ga in de voetsporen van de Heer Jezus. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof heeft beschouwd om zichzelf helemaal te geven. Hij heeft zich ontledigd, zegt de Bijbel in Filippenzen 2, door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Hij was kind en hij is slaaf geworden. Hij heeft zijn leven gegeven. Net zo als juf Teresa. Kennen jullie juf Teresa? Juf Teresa die was geboren in Skopje op 26 augustus 1910. En op 18-jarige leeftijd verliet ze als non haar thuisland. Je weet wel, van die super slechte Rooms-Katholieke kerk. Net zoals dat wij super slecht zijn. Alleen God is goed. En daar ging ze vanuit Skopje naar Calcutta in India, een stad met 400.000 bedelaars. En de eerste jaren gaf ze gewoon les naar haar kwaliteit, op dat moment, aan kinderen. Lesgeven. Wie heeft dat ook als kwaliteit? Die lessen kan geven aan kinderen? Ik absoluut niet. Oh, daar, gelukkig, paar Pabo-mensen. Ik dacht, Gouda, dan moet hier van stikken van die mensen. Nou, juf Teresa ook. En ze vond haar hart. Ze deed dat werk en ze zette de kwaliteiten in. En ze zegt, Heer, hier ben ik zet mijn talent in. Maar op dat moment, haar hart vond er geen rust meer in. En ze kreeg als het ware een nieuwe roeping binnen haar roeping. Dat is gewoon, jij mag aan de slag gaan daar waar je bent, thuis. En zo deed juf Teresa dat ook in Calcutta. Daar waar ze moest zijn om les te geven. En ze werd overweldigd door het aantal zieke, armen en stervenden die ze tegenkwam. Er zijn in India, daar zit ik met mijn hoofd natuurlijk in Almere. Maar er zijn in India meer dan 160 miljoen aan onaanraakbare mensen in dat kastensysteem die je niet aan mag raken. Weet je hoeveel 160 miljoen is? Dat is als alle mensen naast elkaar gaan staan en elkaar een hand geven, 3 keer de aardbol rond en dan nog meer. De hele aardbol. En ze was daar in India. En op 36-jarige leeftijd ervoer ze een nieuwe roeping. Binnen haar roeping. De Heer Jezus zelf vroeg haar om haar leven in te zetten voor de allerarmste daar. Waar ze was, in India. En ze richtte binnen de katholieke kerk een nieuwe orde op. De zusters van de naaste liefde. En hun missie, ik citeer, die was heel, heel duidelijk. De verkommerde, de ongewenste, de onbeminde, de alcoholisten, de kreperende, de verlatene en de eenzame. De verworpene en de onaanraakbare. De melaatse en al wie een last geworden zijn voor de samenleving. Die alle hoop en alle geloof in het leven verloren hebben. Die niet meer kunnen glimlachen. Die de gevoeligheid voor een warme, liefdevolle vriendenhand kwijt zijn.
Zij kijken naar ons uit voor troost en bemoediging. Als wij hen de rug toedraaien, draaien we de Heer Jezus Christus zelf de rug toe. En in het uur van onze dood zullen wij erop beoordeeld worden of we Christus in hen herkend hebben. En er zijn dus maar twee mogelijkheden, kom of ga. En vol aanstekelijkheid, onbevangenheid en met heel veel vreugde startte moeder Teresa aan de enorme taak om het lijden van de allerarmsten te verlichten. En haar leven stond in het teken van naastenliefde. Dat waar de Heer Jezus een voorbeeld van was. En zo mooi, zo mag jij met je talenten dat ook doen. In het leven, in het teken, jouw leven in het teken van liefde voor God en liefde voor je naasten. En zo was juf Teresa werd moeder Teresa. En ze kocht een voormalige hindoe-tempel op, een grote tempel. En ze maakte het tot een huis voor de stervende. Want ze zei, het is dan een mooie dood voor de mensen die geleefd hebben als beesten. Om te sterven als engelen. Geliefd en gewild. Dat was haar droom. Voor Melaatse bouwde ze de stad van vrede om daar te kunnen wonen in India. Een thuis voor onaanraakbaren maakte zij. Ze zette gewoon haar kwaliteit in. En ze zei, heel simpel, Heere God, vanaf vandaag wil ik iedereen die ik tegenkom die in nood is helpen. Zij wilde gewoon helpen. En dan kan je dit doen. In 1979 kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede. En toen ze in 1997 stierf, bestond haar orde van mensen van de naaste liefde uit meer dan 4.000 zusters, een mannenorde met 300 broeders, 610 zendingsbasissen in 123 landen. En voor haar sterven, dat is niet veelzeggend, maar is ze al door de paus zalig verklaard. Maar even zonder dat laatste, wie zou zo niet willen sterven, terug te kijken en zeggen, oké. Ik ben gestopt met het zoeken naar eigen succes, geld, aanzien en macht. En ik geef gehoor aan Gods talentenjacht. Ik ga het nieuwe avontuur aan, want dat is een avontuur hoor. De rest is maar een saai leven van 9 tot 5 of wat dan ook. Maar dit is een avontuur, wat dag en nacht doorgaat. Ga het avontuur aan om hem te dienen. En jezelf in de wereld, aan de wereld te geven. En jezelf in de Heer Jezus te verliezen. En geef jezelf weg, dus als slaaf. Wees beschikbaar om te dienen. Dat is belangrijk. En je talenten in te zetten. Bereken de kosten. Maar ik kan je vertellen. Door je leven te geven. Krijg je het leven. En daarom zo mooi. Wees standvastig. Onwankelbaar. Steeds overvloedig. In het werk voor de Heere. Hij heeft het voorbereid. Om te doen wat je hand vindt om te doen, waar je talent voor gekregen hebt. Waarom zou je vastroesten in een kerkbank en dat is mooi hoor, heel godsdienstig willen zijn? Gewoon zittend. En dat is je religie. En ik wil je uitdagen. Pak die handdoek. En zeg, ik wil tenminste voor 1 jaar de Heer Jezus volgen. Door mijn talenten, mijn kwaliteiten. Want ik ga God niet mijn slechte dingen geven. Ja, die leven, zeg ik wel in mijn handen, maar daar ga ik niet mee aan het werk. Ik ga niet, als ik niet met mijn handen kan werken, ga ik geen bouwvakker worden voor de Heere God. Maar als ik ergens goed in ben, dan wil ik daar alles voor aan de Heere God geven. Durf je die stap te nemen? 1 jaar? Ik kan het je aanbevelen. Ik heb mensen zien opbloeien. Op zo'n mooie manier. En neem het verhaal van juf en moeder Teresa maar als voorbeeld met je mee. Neem het verhaal mee. Niet om het na te streven en om het na te doen. Maar om te zien wat er gebeurt als iemand zegt, Heere God, ik wil niet meer voor mezelf leven. Ik geloof echt dat het bij haar zo was. Maar ik wil mijn leven in uw dienst besteden. God is op zoek naar jou. Hij heeft zijn talenten al lang in jou gelegd. Dat wat maar een afspiegeling is
van zijn geweldige talent. Wat een God van liefde mogen jij en ik dienen. Verhard je hart daarom niet. En laat je leiden. Geef je over aan de Heer Jezus die zo graag door jou heen zijn liefde in deze donkere wereld wil brengen. Amen. Dankjewel Bert voor je woorden. We gaan eerst het lied zingen. U die mij geschapen heeft als antwoord en ook een moment van ja, dat we even er nog rustig over na kunnen denken. Of wat er allemaal door jou gezegd is. U die mij geschapen hebt. Bert, hartelijk dank voor je confronterende, misschien wel boodschap vanavond. Ik heb weer meegeschreven met wat hij allemaal zei. En kindslaaf, nou dat hoor je niet vaak dat je dat moet horen. Mooie gedachten. Maar ja, dat kost ook een hele hoop. Bert, kan dat niet wat minder? Je legt zo'n ongelooflijk hoge standaard misschien wel. En dan die vrouw die zingt, I give myself away. En dan zegt hij, stop met zoeken naar succes, geld en aanzien. Dan vind je het leven. Nou, Bert, als ik kijk op mijn werk en ze willen alleen maar dat ik meer doe, meer behaal, meer score, meer... Of op school. Of... En ben jij al een stroper? Wat een vergelijking. En pak die handdoek. Wat ga jij voor God en je naast doen? Ik noem gewoon eens wat dingetjes die bij mij zijn blijven haken. En misschien heb jij ook wel dingen die zijn blijven haken waar je vragen over hebt. Nou, ben jij daar misschien, weet je het wel, kun je je vragen ook gewoon stellen aan Bert zelf. En dat doen we door middel van briefjes op de tafel. Die je straks tijdens de pauze in kunt vullen. Er liggen pennen bij en lever die in aan een van de vrijwilligers met een badge. Dus daar willen we je toe uitdagen om je vragen aan Bert te stellen, zodat we die in tweede helft met hem kunnen gaan behandelen. We gaan nu nog één lied zingen en dan gaan we de pauze in. En tijdens
het zingen. Hopen we ook de collecte te doen. We willen jou ook oproepen om voor ons het mogelijk te maken om volgende maand hier weer te staan. En weer dit gebouw te huren. Gooi je portemonnee lekker leeg in de collectezak, zodat wij ook de volgende avond weer mogelijk kunnen maken. En tijdens het collecteren zingen we dan het lied Ooit komt er een dag. Je mag
ook gelijk blijven staan. Je hoeft niet meer te gaan zitten, want we gaan pauze houden. Zoals ik al zei, schrijf je vragen op en lever die in aan een van de vrijwilligers. En mocht je, er zijn ook mensen die met jou naar jouw verhaal willen luisteren. Als je daar behoefte aan hebt, iemand die gewoon een luisterend oor voor je wil zijn, die zijn ook aanwezig. Die kun je herkennen aan een gele badge. Die zullen ook ergens achterin zijn. Dus daar kun je ook eventueel je vragen of je verhaal bij doen. We zien jullie over een minuut of 20.